Wout van den Berg, de zwarte panter, zeg maar, van het Westland. Ja, dat was zo uniek iemand. Ja, Wout is, die woonde eigenlijk bijna op het parcours. En Wout was een, ja, de zwarte raaf. Dat was eigenlijk, toen ik begon te fietsen, was hij de amateur hier ook in het Westland. Het was natuurlijk wel een bijzondere verschijning, maar het was niet een top wielrenner. Terwijl hij eigenlijk als amateur niet één wedstrijd zeg maar als eerste geëindigd is. Misschien ergens met z'n drieën, maar niet in ieder geval uit een groot veld. Wilde hij toch prof worden? Nou, die proflicentie heeft hij gekregen, want hij wilde gewoon... Ja, overal wil hij zich laten zien. En zeker in Wateringen. Ja, en hij heeft tussen de renners gereden en hij heeft het wiel van Merckx kunnen houden. En hij heeft Merckx verslagen, geloof ik, in een sprintje ergens in Ulvehout. En hij werd natuurlijk ook daar gehuldigd als hij binnenkwam. Wout van den Bergen werd echt gehuldigd in Ulvehout. Als grote renner uit het Westland. Toen reed ik nog bij de amateurs, toen ben ik beroepsrenner geworden. Toen denk ik, want je moest overal inschrijven. En dan kreeg ik hem soms vol terug en bij beroepers kon hij zo bijschrijven en starten. En ik kreeg nog reisvergoeding ook. Ik denk, dat is bingo. Was toen natuurlijk een begrip. Als we Wout niet in het rennersveld hadden, dan was het rennersveld niet compleet. Ik zei, jongens, laten we nou stoppen even voor de gein met al dat geld uitgeven. Ze hebben Wout van den Berg laten rijden alleen. Dan heb je ook 10.000 man. Ja, het was ook een van de goedkoopste jongens, die moet ik er in alle eerlijkheid bij zeggen. Hij heeft achter Moser gezeten, hij heeft achter Delcado gereden, hij heeft achter Raas gezeten, hij heeft achter Kneteman. Maar... zijn mannen die vangen 5, 6, 7.000 gulden startgeld. En die zeggen, die of die moet hier winnen. En dan gaat er maar aan staan. Als jij wegrijdt, dan komen er 5 overheen. Als hij hier in Wateringen reed, dan kreeg hij onderweg een biertje aangeboden of dat aangeboden. Hij fietste overal door en ja, Wout hoorde erbij. Wout had altijd een halve komkommer in zijn zak en een paprika in zijn achterzak. Hij kon natuurlijk geweldig fietsen en hij deed er alles voor. En er moet ook wel eens een ongelukje gebeurd zijn dat hij met zijn ogen ergens de verkeerde kant op ging. En dat hij dan weer tussen de hekken lag. Maar een bijzondere coureur. Het is jammer dat hij toen door zijn gezondheid moest stoppen. Maar toen had hij natuurlijk ook al een leeftijd bereikt dat een heleboel andere mensen al elektrische fietsen hebben. En Wout had nog een racefiets.